Stretch en Move in Wielder organiseerden een wandeltalk in het Gerendaal. De opbrengst daarvan gaat naar de Wenzelans. Waar komt dat idee vandaan? Nou, we zijn een kleine sociale sportschool. Hier komen mensen tussen de 12 en 93 die wat klachten hebben. Ouderen, heel gezellig om te sporten. En we willen gewoon elk jaar eigenlijk gaan doen voor mensen die wat het ook niet makkelijk hebben. Die wat zo ook nog wie de Wenzelans eigenlijk zo ritten deed. En we zijn eigenlijk op dit idee gekomen omdat de Wenzelans dit jaar 5 jaar bestijdt. Super. En we hebben dit op een andere manier willen aanpakken. En daardoor ook meer mensen te bereiken en meer geld op te rollen. Ah, jongens. Met de sponsortocht hebben we net verder opgehaald. Ik hoop dat we er heel veel met kunnen doen. Super werk wat er doet. Mm-hmm. Dus je gaat zo door. Hartstikke bedankt. Namens de stichting hartstikke bedankt. Dus ik heb er zeker gevoel met. We weten dat we er ook heel veel wensritten wat met kunnen doen. Dank je wel. Top. Alsjeblieft. Dankjewel. Dames en de heren van de Wenzelans, hoe steekt de Wenzelans eigenlijk voor? Wenzelans is een stichting die met name zorgt dat de mensen die langdurig ziek zijn, preterminaal zijn, nog een laatste wens vervuld kunnen krijgen. En komt dat veel vuur? Dat komt steeds meer vuur. We zitten in een mooie positie dat het steeds bekender werd. We zitten ongeveer tussen de 85 en 110 ritten jaarlijks ongeveer. Dat kan variëren, maar we hebben er toch wel veel vroeg nog. De laatste wens van de man van Michel van Etter was nog eens te zien. Met de Wenzelans ging ze vlak voor haar overlijden naar Domburg. Michel zat een inzamelingsactie op en koos diep 1000 euro overhandigen. Mijn bedrag wat ik heb opgehaald voor echt, dus goed dat het goed terecht komt. Hartstikke fijn. Fantastisch. We zorgen ervoor dat het goed besteed werd. Heel veel mensen kennen hij en een hele fijne dag gekregen. Goed zo, gelukkig. Super bedankt, top. Dankjewel. Geer bedankt. Nu koos ik al van tevoren de Wensambulance en dit is de Wensulance. Dat is een tweede stichting wat hetzelfde deed. Waarom is dat nodig? Nou, het is eigenlijk een eigen initiatief geweest van Paul en Bianca Meijnes. Die hebben de stichting Wenzelans in het leven geroepen. Waren van mening dat mensen met een laatste wens op die manier goed geholpen moeten worden. En hebben dat gelukkig ook weten te realiseren. Hoe werd de Wenzelans van bekostigd? Wenzelans werd hoofdzakelijk bekostigd van donaties en giften van instanties, bedrijven, scholen, etcetera. We willen elk jaar wel voor eigenlijk een goed doel pakken, wat niet gesubsidieerd wordt, maar wat het echt van sponsors en kleine bijdragen moeten hebben.